Welkom bij Het Gevoel van Kerstmis, de kerstspecial van RN7 waarin we het gevoel van kerstmis opzoeken in de regio. We bezoeken enkele kerstmarkten, wintersevenementen en natuurlijk wordt er even geschaatst. Straks gaan we onder meer naar het Sprookjesfestijn in Wijchen en de kerstmarkt inzetten. Er wordt geschaatst in Druten en we bezoeken zelfs nog een kerstmarkt waarvoor we ruim 2 uur moesten reizen. Maar we beginnen lekker in de buurt op de knusse kerstmarkt rondom de Witte Molen in Nijmegen. Wat een gezelligheid, Anton. Ja, het is hartstikke gezellig. Ik zie daar een zweefmolen, daar gaan al wat kindjes in. Het ziet er al heel gezellig uit, daar achter een koor. Oh, wat fantastisch, Joyce. Ja, allemaal gezellige kraampjes met kerstspullen. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Gaan we doen. Leuk. Okay. Even kijken wat hier allemaal te zien is. Vind jij armbandjes leuk? Ja, op zich wel. Edelsteentjes, moeder-dochter armbandjes zijn dit. Oh, voor 4 euro. Dit vind ik wel een mooie kleur. Groen. Ja. Die is wel heel erg mooi. Armbandjes inderdaad. Kerstkaartjes. Ik ga binnenkort kerstkaart versturen. Ik weet niet of jij dat ook doet. Maar... Nee, dat doe ik niet aan. Nee, is dat geen traditie bij jullie? Nee. Oh, ik vind ja, misschien moet ik dat wel doen. Het heeft wel iets nostalgisch om de kaart te versturen. En dan iedereen een persoonlijke boodschap geven. Ja, dat is wel... Maar dit zijn wetenschapskaarten. Ja, ze zullen vast ook een kerstkaart. Sterkte. Just dat relax. Kan ook als kerstwens is voor een ander, kan het ook sterkte zijn natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, boek van Arjen Lubach wil ik nog een keertje lezen. Misschien wel iets voor een kerstcadeau of zo. Ik vind het echt prachtige spullen. Ja, hier kom je meer in de kerstsfeer. Ja, ja. Met kerstmannetjes, denk ik. Kersthangers. En ik vind dat ding zo mooi. Ja, het leuk ding. Die poppetjes zijn heel schattig die erop staan. Echt heel leuk. We kijken wat er verder nog meer kerstkoekjes, maar ik denk niet dat je deze kan eten. Kijk, ik heb een hele goede... Wat is het? Energie? Het is energie toch? Wat hier dan... Dat is echt mijn ding. Ik hou echt van dit. Ik heb nu bezorgd, lijkt wel. Een beetje oranje, een beetje bezorgd. Je bent een beetje bezorgd. Ja. Ja. Ik geef je wel wat van mijn warmte. Is goed. Ja, lief. Dankjewel. Hey, dankjewel voor het proberen. Super. Oh, wat een leuke dingetjes zijn dit. Nee, maar je kunt ook met een tikje betalen, of niet? Oh, kan ook nog. En zo'n steen die we net ook vast hadden. Ja, zo'n steen die we net... Zo'n ovale steen. Wacht hier. En dat is wel allemaal een moedsteen, noemen jullie dat toch? Ja, en wat je, heb je ook een ovale? Ja. En het zijn allemaal dezelfde en dan kan je kiezen, want dan wisselen we even van het zakje of je een buideltje liefde wil of een buideltje kracht of troost. Wat vind je het leukste zakje? Een buideltje liefde. Liefde? Ja. Ja. Nou, voor jou even een buideltje. Oh, die hebben we hier liggen. Anna, jij moet even de papiertjes erbij pakken. Papiertje. Anna, wordt gefilmd! Geen saldo. Doet hij het een beetje? Ja, gelukkig wel. Nog net. En dan kijk je of het van kleur van het is. Oh, kijk. Breng licht in het leven van een... Oh, dat moet ik doneren. Dat is weer wat anders. Oké. Okay. Dankjewel. Ik ga er van genieten. Dankjewel. Oh, nou, leuk. En ben je er blij mee? Ik ben er ontzettend blij mee. Ja, dat snap ik. Ja. Ik ga het aan iemand geven. Ja, ga je hem niet zelf houden? Nee. Ja, nee. Dan gaan ze naar huis. Nee. Het is een cadeautje. Ik krijg ondertussen wel een beetje trek. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ik ook wel een beetje. We gaan lekker marshmallows roosteren. Tijd voor iets warms. Ja. Ik vind het ook wel iets bij kerst horen. Een beetje kerstbaard. Ja, marshmallows. Ja. Hoi. Hoi, goeiedag. Hoi. Mogen wij marshmallows roosteren? Ja, dan mag ik dat zeker. Wat leuk. Ja. Kijk. Hebben we nog wel een stokje? Ja. Dankjewel. Nou, de marshmallows. Jullie weten hoe het werkt? Boven het vuur houden. Ja, en toch? Niet te lang, dat het helemaal zwart wordt, maar... En een beetje ronddraaien, denk ik. Ja, precies. Nou ja, er zijn meer mensen bezig, dus daar wijs ik vanzelf. Ja, precies. En als jullie klaar zijn, stok je even hier in leven. Okay. Helemaal goed, dankjewel in elk geval. Oké. Okay. Ja, thanks. Oh, ik heb er wel echt zin in. Ja, ik ook. Kijk, en dan moet je dit je zo opdoen. Eerst aan vastkrijgen. Toch? Of werkt dat niet zo? Het werkt wel zo. Oh.
Het valt allemaal. Oh, wat zonde. Oh, ik had het helemaal niet door. Ja, ga je zo? Ja, mag ik een nieuwe? Oh, wat zonde. Sorry, dankjewel in elk geval. Ik was helemaal niet. Nou, kom, laten wij. Oh, nu laat ik hem afvallen. Oké, ja, ik heb er nog een paar over. Oké, nou, laten we gaan. Naar het vuur. Weet je, aan die kant staan anders? Ik vind het wel zo. Ja. Hoe lang duurt het zoiets voordat het... Ja, het moet een beetje smelten. Meneer, weet u hoe lang dit ongeveer duurt? Wat zeg je? Hoe lang duurt dit ongeveer? Totdat het... Op die afstand zoals jij, een minuut of vijf. Hou ik wat dichterbij, dan schillen we niet. Dit kan ik wel eten, of is het gevaarlijk? Nou, ik zou dat zwartje niet eten. Dit is niet echt per se waar we heel goed in zijn. Ja, verder mag nog even. Ik eet alleen dat verbrande stukje niet op. Doe ik alweer terug. Ja, het plakt wel. Wel lekker hoor. Kijk, het is gelukt. Het goed, je eerste marshmallow niet aangebrand. Ik ben trots op mezelf. Heel lekker. Het ziet er wel een beetje vies uit als je het er zo afvalt. Even kijken wat ze hier allemaal hebben. Kaarsjes en zo. Lieve glaasjes met kerstconfetti erin, denk ik. Kun je ook denk ik iets van champagne of zo uitdrinken. Ja, wel heel weinig champagne gaat er dan in. Meer als genoeg inderdaad, ja. Je moet niet te veel zuipen, hè? Nee, dat is waar. Nee. Ja, dat heeft ook niet de bedoeling. Hebben jullie alles gemaakt? Hebben jullie alles zelf gemaakt? Echt waar, joh. Ben jij zo creatief? Ja, in ieder geval. Wat leuk, wat goed. En leuke dingetjes. Armbandjes en zo. Oh, en NEC-shirts. NEC-fans? Of NEC-shirts. Nee, het zijn sjaals natuurlijk. Maar niet echt fans. Niet echt fans? Nee, ik niet. Ja, snap ik. Dat is altijd wel leuk. Ja. Ja, dat hoort er wel bij zo op zo'n Nijmeegse kerstmarkt. Dat is toch iets van NEC. Ja, vind ik wel. Allemaal kerstkassen. Allemaal leuke kerstcadeautjes. Ja. Allemaal zelf gemaakt. Ja. Allemaal zelf gemaakt ook. Daar hoor ik wel veel op deze kerstmarkt. Ja, dat is heel veel dingen zelf gemaakt. Ja, hoeveel creatievelingen hier. Hé, maar je loopt hier dus gewoon een klein straatje, een klein stukje met een paar kraampjes. Ja. En je denkt alles gehad te hebben en dan kom je daar hier. Daar heb je nog een heel groot stuk ook nog met allemaal kraampjes. Met allemaal leuke spulletjes die je bijvoorbeeld kunt kopen voor een familielid of een dierbaar persoon. Ja, we hebben net al lekker tierenlantijn. Ja, daar hou ik wel echt van. Ik vind het ook heel gezellig. Ja, en net hadden we lekkere marshmallows, maar ik heb eigenlijk zie ik hem toch nog wel een beetje trek. Ja. En wat hoort er nou eigenlijk rond het einde van december? Wat eet je dan? Zeker met oud en nieuw. Een oliebol. Heb je er ook zin in? Ik heb wel zin in een oliebol, maar ik heb ook een beetje dorst. Dus ik dus eigenlijk ook wel, als dat er is, gluwijn. Lekker aan de wijn, zo in de winter. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ik denk dat ik dan ga voor warme chocolademelk of zo. Dat is prima. Moet even kijken. Nou, we kijken gewoon even rond. Leuk. Oké. Kerstverlichting. Armbandjes. Dat is jammer te zien. Merry Christmas. Jij bent goud waard. Dat is nou echt een lief kerstcadeau. Ja, dat is hartstikke lief. Het is een beetje wat chiquer of zo. Ja. Hallo. Hoi. Hallo. Dus allemaal, wat heb je hier? Kerstballen voor in de kerstboom, denk ik? Ja, daar is alles 50 cent. Daar is alles 50 cent. Oh, dat hoort bij elkaar, dit. Ja. Dit is echt super mooi. Ja. Dus wat is dit? Nou, eerlijk gezegd, hier kan je dan een bloem inzetten. Eigenlijk hoort er een vaasje in, maar die... Oh, ik dacht ook een kaars inderdaad. Ja. Ja, ik vind het echt een chic dingetje. Wat leuk. Leuke kersthuisjes, groot. Je ziet ze normaal altijd het klein. Vogelhuis. Ja, dan kan je de vogels ook meenemen in de kerstsfeer. Waar is de... Kijk dan daar. Ja, sorry. Kerstman. Even naar die kerstman, kom. Kijken. Stille nacht. Kijk, je stuk in de zelfverlening met de kerstman. Even kijken. Ik denk dat jij naar de andere kant. Ja, ik
Helemaal in trance. We gaan even wat eten. Volgens mij is het geen oliebollen, maar prima wat ze hier allemaal hebben. Ja, kijk. We gaan even kijken. Ik heb al een soortje genomen. Maakt dat niks uit. Oh, heerlijk. Nou, we gaan echt wel genieten van chocomel en Q-wine en dan ook nog een braadworstje erbij. Ja, ik heb er echt vegetarische. Nou, proost. Cheers. Alvast een fijne kerst. Insgelijks. Wat leuk, we zijn in de prachtige Wiegen. In Wiegen? Ja, hier kom je vandaan, hè? Ja, hier kom ik vandaan. Ja, ik vind het wel leuk om hier te zijn. Er is van alles wat te doen. Hier is Alice in Wonderland en ik hoor een klein orkest daar zo. Ja. Dat klinkt ook wel leuk. Maar ik ben ook wel benieuwd wat... Zweefmolen, dat viel me net ook al op tijdens een kerstmarkt. Ja. Een zweefmolen staat. Misschien is dat het nieuw voor kerst. Misschien is dat nieuw. Zullen we gewoon even gaan kijken? Even een rondje lopen. Ik vind het een goed idee. Laten we even kijken. In Wiegen vind je geen traditionele kerstmarkt, maar in plaats daarvan is er één weekend in december een waar sprookjesfestijn. Winterkoningin Wiegeline tovert het centrum om tot een magische plek met uiteenlopende sprookjesfiguren, gezellige stands en natuurlijk een schaatsbaan voor jong en oud. Anton, ik vroeg me af, hè, om even in het thema sprookjes te blijven. Wat is nou voor jou een sprookjesachtige kerst? Een sprookjesachtige kerst, nou, dat is sowieso wel een witte kerst. Als het een keer zou gaan sneeuwen of zo, dat lijkt me echt fantastisch om een keer mee te maken. Maar dat is ik snap het wel, dat het sprookjesachtig is, omdat het dan echt, echt kerst precies, is. Eigenlijk zou je dan ook naar bijvoorbeeld een land als Oostenrijk of zo moeten gaan. Je kent wel de videoclip van It's Christmas van Wham. Ja. Dat zou wel echt een sprookjesachtige dat kerst ook, zijn, ja, toch? Dat ook, ja. Maar en misschien ook dat je echt zo... typisch diner hebt waarbij iedereen er dan is en dan heeft het ook nog gesneeuwd. Precies. Dan zou het wel. En kerstmuziek op de achtergrond. Ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, nee, dan hebben we wel echt een sprookjesachtige kerst. Ja, precies. Ja. Leuk. Mee eens. Nou, als we het dan toch over sprookjes hebben, dan moet er natuurlijk wel een kasteel in voorkomen. Laten we in Wiegen nou net een kasteel hebben. Ja, prachtig. Laten we gaan kijken. Even kijken wat er binnen te doen is, ja. Inderdaad, wat is er nu sprookjesachtiger dan een kasteel? Kasteel Wiegen heeft de afgelopen tijd een flinke renovatie ondergaan en zet tijdens het sprookjesfestijn de deuren open voor het publiek. Binnen staat alles klaar voor het meest sprookjesachtige kerstdiner. De Kempen... Kempenaarkamer. Oh, ja, oh, dat is wel echt heel mooi. Maar dat hebben ze nagemaakt of zijn dit de stoelen die er toen ook al stonden? Ze lijken wel gebruikt, vind je niet? Ik denk dat ze dat die er toen ook al stonden. Maar dit bedoel ik nou ook met een sprookjesachtig diner. Eerlijk, als het dan buiten sneeuwt, dat zou echt top zijn. Maar dit is echt gewoon de ultieme kerst. Gewoon in het kasteel, met leuke mensen. Ja, tip voor de volgende keer, een echte boom. Ja, dat klopt. Dan krijg je ook een beetje die geur in huis van de kerstboom. Ja. En tegenwoordig heb je ook van die geurtjes. En dan ga je dan zo spuiten. Kerstboomgeur? Ja, kerstboomgeur. Niet waar. Ja, waar koop je dan? Ja, weet ik veel. Bij de rituals? Nee. Oh, oké, we gaan weer. Jarenlang liep ik langs dit kasteel in het donker van de nacht. Verwonderd door vele lichtjes die ik in de verte zag. Dun, 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 dun. En dan even een rijmpje er. Tot op een dag, misschien heb jij het al gehoord, brandde er een vuur. Door de poort. Maar op welk nummer zou dit geschreven zijn? Oh, let it go. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn my back and turn the door. Wow. Kijken, kerstboom. Ze hebben het bed al voor je klaargelegd, Anton. Oh, voor mij? Ja, dan kun je blijven vanavond. Ja, maar eigenlijk had je ook iets van een prinsessenjurk aan moeten trekken. Ja, vanavond, ja. Anton, voor hoeveel wedden we dat het echte broodjes zijn?
Nou, voor poffertjes straks? Is goed. Denk je dat ze echt zijn of niet? Nee, dit zijn neppen. Tuurlijk is dit nep. Ze zijn echte. Eet dan. Lekker stukje taart. Oh ja, nee, die maar zit ik moet zeggen, ik vind dit heel mooi gedekt. Heel sprookjesachtig. En eigenlijk zou ik het ook wel leuk vinden als mijn kerst dit jaar ook zou zijn. Ja, maar vooral rond de tafel, dan kun je echt met iedereen praten. Dat is echt leuk. Dan, maar, of ga je dan één gesprek houden met z'n allen? Of zou er dan toch... Nee, ik denk dat het toch wel onderling wat kruisgesprekken zijn. Okay. Daar was ik vroeger bang voor dat soort rendieren die dan bewegen met de oren. En die dan... Ja, kijk. En die dan echt... Ik word nu maar gezegd. Durf je het nu wel aan? Nee, durf je wel dichterbij? Ik vond het heel eng vroeger. En kijk, wat is dit? Oh, dat was het rondje al. Oh, oké. Okay. Kijk, met de notenkrakers. Wat ben je wietje dientje? Zusje, oké. Nou, jullie zien er allemaal wel mooi uit, hoor. Prachtig. Ja. Nou, veel plezier vanavond. Ja. Fijne avond. Echt leuk. Ja, heel leuk, ja. Nou, ik vind het een geslaagd kasteel. Ja, ik vond het, ik vond het heel leuk. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Wat zie je voor ingrediënten staan? Een kaars, zwarte drank. Zwarte drank? Ja, ik had iets wat erop zult zijn. Ja, voor de kids. Of ammoniak. Ja, of ammoniak. Of teer, weet je wel. Zo'n pack, ja. Hallo. Ja, en dan wat hallo. Vragen? Zo, jullie... Wacht even. Verliefd? Nee. We zijn hartstikke verliefd. Ik wil verliefd zijn. Een verliefdheidsdrankje. Ja. Nou, Anton, daar worden we verliefd op elkaar. Let's go. Soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Okay, en dan? Wat gebeurt? Wat zijn erbij? Wat zijn erbij? Dat zie je dadelijk goed zijn. Oh. Dan krijg je andere oren. Ik durf het niet te drinken. Durf je niet? Ja, maar kun je het echt drinken? Doe het. Oké. Oké. Oh. Oh jee. Oh. Nee. Snel. Tegen je. Pak een raak. Hij gaat niet goed. Snel. Oh, kun je een bijtje? Het trekt wel weg. Je was een beetje groen aan het aanlopen. Ja, ik zag het meteen. Ja. Maar ik voel me nog niet helemaal verliefd. Nee. Oh. Ik word even voor een blok gezet hier. Je moet er wel aan werken, hè? We moeten wel aan werken. Oh, kijk. Ja, je ziet... Maar wij willen graag nog even daten. Ja, maar het gaat voor ons te snel misschien, ja. Hey, maar Pleun, ik weet niet hoe het met jou zit met sprookjes, maar ik ben niet zo heel erg bekend. Ik ken alleen, denk ik, Sneeuwwitje, Doornroosje, Roodkapje. Nou, dat zijn er al drie. Ja, ja. Oh, en Frozen natuurlijk. Frozen, ja. Maar wat Frozen is nou jouw favoriete sprookje? Mijn favoriete sprookje, ja, is misschien heel cliché, maar ik denk dan toch Sneeuwwitje. Maar ik denk dat dat komt omdat ik die zo vaak heb gezien. Dat, ja, en het komt goed in het eind, weet je wel. Ja, heel cliché, maar ik vind die gewoon leuk. En met die dwergen en zo, en met die dieren, en dat ze dan gaat zingen in het bos. Ik vind dat denk ik wel het leukste aan... Ik vond die boze heks, die boze stiefmoeder, vond ik altijd heel eng. Dat was voor een kind, voor een kind, dat was best eng. Ik vond het ook altijd best wel een eng stuk, maar ja, toch denk dat Sneeuwwitje wel mijn lievelings is. Ja, ja dat snap ik. Ja, en je vroeg ook graag prinses worden. Ja, nee, echt, dat had ik. Ik had echt als droom vroeger, ik wilde of paard worden, wat heel raar was, of prinses. Ja. Ja, ik weet dat het heel raar was, maar dat wilde ik. Ja, dat wilde heel veel meiden. Ja, paard worden, ja. Ja. Geweldig hoe je er ook op komt. Sprookjes ontdekt. Ja, want Peter Pan. En Aladdin. En Tinkerbell, of is dat niet Tinkerbell? Jawel, dat is Tinkerbell. Ja, jawel. Nou, maar een beetje winterse versie, want het is natuurlijk erg koud. Ja, precies. Oké, nou laten we even kijken. Oh, ze hebben ook een vliegentapijt. Wow. Oh, dat wil ik ook. Ah. Oh, je kan ook nog zitten. Wat gaan we doen? Gaan we zitten of gaan we goed? Gaan we zitten? Ja, we gaan zitten. Ja, oh, daar zitten we helemaal... Ja, maakt ook niet uit. Sterrenstof hoort er ook bij. Woe, kijk, daar gaan we al. Ja, oké. Nou, daar gaan we. Woe!
Ja, nou, geweldig. Dag Olaf. Dag Olaf. Hallo. Hallo. Ja, het is wel een goede temperatuur voor jou nu natuurlijk. Ja, ja. Oh, je was hem net kwijt. Kijk eens. Ja. Oh, leuk. Oh, leuk. Geweldig. Alsof je een idool had ontmoet. Ja. Echt zo schattig. Ho, 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 bring a bottle of rum. Ho, 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 cream and whiskey bourbon. Kan je een beetje schaatsen? Nee, ik kan echt heel normaal niet schaatsen. Ik kan niet schaatsen. Nee. Oké, okay, ja, nou, ik heb wel eens geschaatsen, ook op natuurijs. Maar ik heb het al even niet gedaan. Dus misschien kunnen we heel even... Nee, ik wil echt niet. Nee, wil je echt niet? Nee. Wat wel als we een deal maken? Dan ga jij op zo'n beest zitten. Ja. En dan ga ik jou duwen. Ja, dat vind ik wel goed. Ja, oké, okay, dan doen we dat. Okay, nice. Ja. Best veel gezien. Ja. En veel gedaan. Het was niet echt een kerstmarkt, maar ik was wel helemaal in de kerststemming. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. En dan hebben we ook op de valreep nog even een grillrijdje gescoord. Jij helemaal blij. Ik ben echt super blij. Dus ik vind het wiegen en kerst geslaagd. Ja, dat vind ik ook geslaagd. Ja. Ik zou zeggen alvast hele fijne dagen. Hele fijne dagen. Proost. Proost. Wat vind jij van deze kerst hier in Wiegen? Ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. En jij? Ja, het is top. Ik vind het geweldig. Maar eigenlijk moet je als je kerst wel praten. Nee, het is een beetje een maar het is meer Sinterklaas. Ho, ho, ho. Ja, kijk, daar heb je hem. Die is goed. Merry Christmas. Nou jongens, top. Okay. Druten gaat even terug in de tijd, terug naar de 19e eeuw. Allerlei verhalen van de beroemde schrijver Charles Dickens komen vandaag even tot leven tijdens de 10e editie van het Dickensfestijn. Wat vindt u van het Dickensfestijn? Gezellig. Ja, het geeft een leuke sfeer. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Even een mooie impressie opdoen van het sfeertje. Wat maakt de sfeer nou zo leuk dan? Nou, alle verklede mensen, praatjes maken met bekenden, wat lekkers af en toe. Wat bent u allemaal tegengekomen? Wat zingende koortjes en verklede mensen. Vertel, wat ziet u er prachtig uit? Wie bent u precies? Dank u wel. Ik ben een dame uit 1860. De Victoriaanse tijd. En we beelden hier met de stand uit hoe het huishouden uit die tijd eruit zag. En wat u nu aan heeft, droegen ze dat ook in die tijd? Ja, dat droegen ze ook in die tijd. Ja. Wat ziet u er nou? Ik vind u er een beetje eng uitzien. Ik ben helemaal niet eng hoor. Nee? Ik ben juist heel goed voorbereid. Ik ben een pestwijf. Een pestwijf? Nou, dat klinkt niet zo lief. Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar vroeger hadden wij natuurlijk in de tijd van Dickens... hadden wij geen corona, maar de pest. Ja. En wij hadden in het snavel, dit is niet echt een echte, wij wilden een beetje chiquer uitzien vandaag, omdat het ook zondag is, medicijnen en kruiden erin zitten om de pest tegen te gaan. Dus het is eigenlijk een mondmasker, wat wij dus de huidige tijd hebben. Hebben wij een pestmasker, hadden wij in de Dickens tijd. Ja, ik zal zeggen, ik krijg hele leuke opmerkingen dat kinderen denken dat ik van de Masked Singers ben, maar ik kan helemaal niet zingen natuurlijk. Wat deelt u uit? Nou, we delen niks uit. We laten mensen wat winnen. Oh, wat kunnen de mensen winnen? Snoep, en nog meer snoep.
Maar snoep ook uit de tijd van vroeger? Ja, zeker. Uit de Victoriaanse tijd. Victoriaans snoep. Nou, zou ik misschien ook een stukje mogen proeven? Dat mag zeker, maar dan moet je wel eerst draaien aan het rad. Moet ik eerst, mag ik dat nu doen? Draait je maar even aan. Ja, oké. Okay. Oh, dat vind ik wel leuk. Even aan het rad draaien hoor. Oké. Okay. De rad draaien hoor. Even kijken, ja, large de hoofdprijs. De hoofdprijs. Nou, de hoofdprijs te pakken, dit geloof je toch ook niet? Dan krijg je van mij een bon hoor, wacht geen momentje. Nou, ik ben wel heel blij met de hoofdprijs. Kijk, dat zijn 3 grote snoepjes heb je nou. 3 grote snoepjes, oké. Okay, en die kan ik hier afhalen? Bij de snoepwinkel. Ik heb de hoofdprijs gewonnen. Ja, ongelooflijk. En wat houdt dat dan in? Nou, dat betekent je mag er 3 uitkiezen en dus ook 1 van de grote. Of ook 3 grote. Oh, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Wat raad je nou aan? Ja, ik kan de karamel kan ik heel erg aanraden en ook de noga. Dropjes zijn natuurlijk altijd goed. En verder ja, kaneelstokjes of kaneelkussentjes. Oh, ook lekker. Ja, doe maar inderdaad die dan. Ja. Lekker karamel. Hij is zelfs zo groot dat ik hem bijna niet kan pakken. Ja. Ik vind de spek eigenlijk ook wel lekker in plaats van noga. Ik ben niet zo van de noga. Ja, heel goed, heel goed. Ja, en dan doe maar een dropje. Ja. Oud-Hollands dropje. Helemaal goed. Nou, dankjewel. En een hele fijne dag vandaag. Niet ervan. Ja, dankjewel jullie ook. Okay. Ook in Overbetuwe zijn enkele kerstmarkten te vinden. In Zetten is dat een tijdje niet het geval geweest, maar toch werd dat gemist. Daarom is er dit jaar toch weer een kerstmarkt georganiseerd op het Julianaplein. De animo bleek zo groot dat er zelfs tientallen standhouders teleurgesteld moesten worden omdat de markt al vol was. Eens kijken of die urgentie ook terug te vinden is op deze eendaagse markt. Ja. Lekker, dat ziet er goed uit. Kaas. Probeer hem ook maar die proeven. Ja, zeker. Ja, ja hoor. Dat is lekker. Italiaanse kruidenkaas. Mm. Nou, het ziet er lekker uit, mevrouw allemaal. Ja, vind je het leuk om een nootje te proeven? Ja. Dit is een appeltaartmix. We hebben pas nieuw bedacht. Zeg maar. Een appeltaartmix, ja, nou. Dus dat zijn vers gebrande noten. Dankjewel. Dus lekker de combi eten met elkaar. Oh ja. En dan gedroogde appeltjes erbij. Nou, wat lekker. Je, mag ik kijken? Ik doe er een appeltje bij. Een appeltje bij. Ja, kijk, voor de appeltaartmix. Ja. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Heel lekker. Mm. Lekker, hè? Ja. Heel lekker. Ja. Hoi kerstman. Dag meneer. Hi. Hoe is het hier? Ja, gezellig. Gezellig. Ja? Is het een goede kerstmarkt? Ja, zeker. Allemaal lieve kindjes. Lieve kindjes, ja. Die zijn niet stout geweest. Nou, als het goed is niet, nee. En waar hebben ze de rendieren gelaten? De rendieren, ja, die heb ik echt op stallen gezet. Nou ja. Ik zie wel de slee. De slee heb ik wel, maar de rendieren waren een beetje moe. Oh, van de reis. Dus, ja. Dan moeten ze even een beetje tot rust komen, hè. Ja. En heeft u al een glühwein op? Glühwein? Nou, ik niet. Mag dat niet. Mag niet drinken. Dan kan ik hier straks eens walken. Ja. Nou, eventueel lekker ritje maken straks nog. Ook heel leuk voor de kinderen. Een draaimolen. Ja. Is dat een draaimolen? Draaimolen. Ja. En nou, kijk en hier, kerstmarkten. Kerstkaarten. En edelstenen. Ja, edelstenen. En warme jassen. Moet zeggen dat ik er zelf ook wel eentje kan gebruiken, want het is best fris. Het is zeker fris. En hier, wat zijn hier likeur? Oh, lekker. Het zit ook wel heel lekker. Drank. Ja. Ik zie ginger ale. Dus dat lekker. En ook chocola. Oh, chocola. Chocola is altijd goed. Wat is dit? Wat is dat? Franse limonades? Dit is een Franse limonades, koffiesiroop. Franse limonades? Dit is geen alcohol. Nee. Oh, geen alcohol. Daar hoopten wij op dat het alcohol was. Ja. Appelsap met een beetje zwarte bes erin. Appelsap, oké. Okay. Het zijn allemaal. Ja. Wil je proeven? Ik heb hem warm. Ja, lekker warme een beetje. Proeven. Ja, dat willen we wel. Even alsjeblieft. Dank u wel. Goed. Nou, proost. Proost. Ja, lekker. Mm. Oeh.
Heel lekker. Ja. Chocola is denk ik misschien wel het lievelingsonderdeel van mij van kerst. Ja? Kerstkrantje. Ik kan me daar echt misselijk aan eten. Oh. Maar, ja, is echt. En die bonbonsachtige. Ja, misschien mogen we hier ook wel even iets proeven. Dat hoop ik. Ja, het is ook echt mooi hoe ze dat maken, hè? Ja. Die, al die vorkjes. Maakt u dit zelf, mevrouw? Nee, maakt u dit zelf? Oh, oké. Okay. Die zijn ook heel leuk. Die, met die kerstmannetjes, ja. Ja, of die sneeuwpopjes. Ja. Heel leuk, ja. Nee, er wordt hier niks geproefd. Oh, dat voelt inderdaad. En hier. Hier, wat is dit? Dit is voor de kerst, denk ik. Even lekker een goede voetmassage. Even en iets te drinken. Of we mango. Ze hebben hier van alles. Sap, allemaal gezonde dingen. Wat hebben jullie allemaal? We hebben allemaal producten op pure basis aloe vera. Dus aloe vera. En dat zijn natuurlijke ingrediënten. Dus ook iets te drinken zie ik. Ja, maar ook voor de darmwerking. Oké. Okay. Maar ook voor de spieren, voor de huidverzorging. Dus huidverzorging inderdaad. Ja. Gewichtsbeheersing. Gewichtsbeheersing. Dus eigenlijk alles voor het lichaam op basis van aloe vera en... Ja. Nou, hartelijk bedankt. En dit vind ik wel leuk altijd. Ja. Leuke glitterrok voor tijdens het kerstdiner. Voor oud en nieuw. Ja. Dat is nou helemaal in, hè? Van die edelstenen en zo. Dan heb je ook zo'n winkeltje in de stad. Om te dragen? Of? Ja, of om in huis te hebben of zo. Ah, okay. Dus het heeft dan een helende werking. Santa, tell me if you're really Nou, ik vind het tot nu toe best wel een geslaagde kerstmarkt. Ja, vind ik ook. We hebben de kerstman gezien. Een schaatsbaan. Ja. Vuurkor. Ja, en dit is wel bijzonder. Hier verkopen ze wc-rollen. Wc-borstels. En hier worsten. Je kunt hier ook worstjes proeven. En eventueel hebben we ook nog parkeermeters. Voor als je wil verlengen en extra lang op deze kerstmarkt wil blijven. Ja, kun je ook kopen. 50 cent. Zullen we een worst proeven? Ja, is goed. Ja, goed. Ja. Dan doe je maar gewoon alsof. Ja. Ik weet er wel gewoon aan. Het ons is er. Voor de vega's van ons is er weinig optie. Maar, Wel lekker. Italiano. Die hadden we net ook met die kaas. Ja. Heb ik Italiaanse worst en Italiaanse kaas op. Nou, kerstmarkt. Ja, en naast al deze dingen kunnen we natuurlijk niet ontbreken aan één ding. En dat is... De kerststal. De kerststal. En we hebben hem gevonden. Klein, maar fijn. Kijk, tadaa. Zo leuk. Leuke schaapjes erbij. Oh, ze hebben ook echt en nog dit, een vachtje. En die beelden. Is dat handgemaakt? Heeft u dat handgemaakt? Heel veel wel, ja. Heel veel wel. Oké. Okay. Er zijn ook oude beelden bij. Mm-hmm. Prachtig. Ja, en ook zo'n klein stalletje. Ja, echt iets hoort er echt bij. Ja. Ja. We moeten wel eigenlijk op zoek naar glühwein. Glühwein missen we nog, inderdaad. En iets warms te eten wel. Maar er staan hier poffertjes. Ja, dus misschien staan. Kunnen we even proeven of dat die... Ja, goed gelukt zijn. En wat ik bijzonder vind, is dat ze hier kerstbomen verkopen. Ja, jij hebt dus al meerdere kerstmarkten gezien. Ja, en dit nog nooit. Dit nog nooit. Nou, dus dat vind ik echt ook weer een check. Een check voor deze kerstmarkt van zetten. Ja. Ja, echt goed. Hallo, jullie verkopen poffertjes? Alleen poffertjes? Poffertjes en warme chocomel. Oh, en warme chocomel. Oh, dat is ook, hoort er helemaal bij. Ja, bij de kerstmarktensfeer. Ja. Ja. Zullen wij een portie proberen? Ja, dat zou ik wel willen eigenlijk. Ja. Mogen wij misschien een portie van 10 stuks alsjeblieft? Ja. Oké. Nou, voor jou de eerste keer. Ja, met boter. Met boter. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, is goed. Lekker. Oké, dan ben ik ook wel benieuwd. Hoe? Doet die boter even uitsmeren. Eerlijk, dit zijn goede poffertjes. Echt heel lekker. Geslaagd. Ja. Nou, dus zeker een geslaagde kerstmarkt. Ik ben het helemaal mee eens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal verwacht had. Maar dat het echt... aan alle dingen voor een kerstmarkt voldoet. Ja, de kerstman gezien.
De muziek, kerstmuziek. De muziek is goed, er is eten, er is drinken, poffertjes. Niet per se kerstig, maar wel een hele leuke toevoeging. Ja, kerstbomen te koop. Een schaatsbaan, ja, ik... Ja. Kerstkaarten. Ja. Kerststal. En de sfeer zit er ook onder de mensen ook heel erg goed in, merk ik. Maar, de glühwein. Die zijn we nog niet tegengekomen. Maar er is nog een klein stukje. Er is nog hoop. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in the fire. Helaas nog geen check voor de glühwein. Geen check voor de glühwein. En het begint te regenen. Dat is niet goed. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Nee. En je kunt hier een biertje openmaken met een soort... Hijskraan, niet een hijskraan, maar een bulldozer. Een bulldozer, ja. Dus je kunt dan en even lekker warm worden en even een biertje drinken die je zelf overmaakt. Precies, dat gaan wij proberen. Dat komt wel nauw, hè. Ja, maar dan moet je toch heel hoog... Ja. Maar dan moet je toch heel hoog... Kijk. Het komt heel nauw, want je ziet daar zijn heel veel glazen zijn kapot. Ja. Oké, moet ik hier gaan zitten? Gewoon opstaan, even oppassen. Maar moet ik hier gaan zitten? Ja. Oké. En nog nergens aan zitten als het Oké. Maar kan ik dat dan zien? Nou, ik denk alles wat je naar je toe trekt, komt ook naar je toe. Ja. Dus deze is voor omhoog. Oké. Deze is voor onder. Oh ja, ik snap het. Deze naar rechts. Scheppen, naar links, schiepen. Oh, oké. Ja. Makkelijker is niet. Oké, dan gaat hij omhoog. Deze naar die kant. Scheppen is naar rechts. Scheppen is naar rechts. Dus een beetje zo. Rechts, ja. Als je wil keepen, doe je naar links. Ja, precies. Oh, no. Die concentratie. Nee. Ja. Ja? Als je, moet hij er vanaf? Ja, even zo. Oh my god. Okay. Nou, that went well. Not. Ja, bedankt. En dan ergens aan. Als snel natuurlijk niet. Je hebt het gesloopt. Nee, dat is precies goed zo. Nou, ik ben benieuwd. Here goes nothing. Even kijken. Gewoon uit 8 seconden. Echt? Oh, wow. Oh, kut. Dit is de verkeerde kant. Wow. Dit is toch leuk? Ja, met gevoel, met liefde. Nou, vooruit dan. Proost. Proost, echt supermooi. Niks kapot. Dit is toch goed? Nou, proost mensen. Echt top. Ja, dat is goed gelukt. Min ik nog iets? Nee. Een biertje. Een biertje. Nee, we hebben de tijd bijgehouden. 8 seconden was snel. Dat was geen 8 seconden, dat weet ik wel. Top. Ja. Nou, bedankt. Bedankt. Nee, natuurlijk kun je rond de feestdagen ook op veel plekken in de regio uitgebreid schaatsen. Denk bijvoorbeeld aan Elst, Beuningen, Wijchen, maar ook Druten. Die laatste bezochten wij even om het ijs te testen bij Winter Village. Kijk hoe Bambi en Bambi het gaan doen op het ijs. Hey Bob, jij bent van de organisatie hier. Ja, zou jij misschien iets kunnen vertellen over waar we ons nu bevinden? Ja, we bevinden ons nu op Marktplein in Druten. Hier hebben wij Winter Village Druten georganiseerd. Het is een schaatsbaan voor jong en oud. En daarbij hebben we ook een hele mooie horecatent, een appelskietent, waar we diverse feesten, partijen, bedrijfsborrels, een keer een modeshow, schnitzelavond, heel veel activiteiten eigenlijk, veel Maas en Waalde in de omgeving. Oké, wat leuk. Ja, en komen er dan ook veel mensen op af? Ja, nou zit natuurlijk nog geen scholenvakantie, dus overdag is het wel wat rustiger, maar 's ochtends wel het schoolschaatsen. Dus ja, het loopt eigenlijk de hele dag wel door.
En dadelijk gaat het heel druk worden verwachten. Ja. Oké, nou dat is goed. En hebben jullie het van het weekend ook al druk gehad? Ja, van het weekend zondag hadden we Dickens dag ook. Dus ja, er was ook heel veel aanloop van Dickens Verstijn zelf. Mm-hmm. Ja, dus de tent zat echt helemaal vol en hartstikke gezellig. Schaatsbaan vol, dus iedereen blij. En tot hoe lang kunnen we mensen hier op bezoek komen? Ja, ze kunnen hier tot 7 januari kunnen ze hier komen schaatsen en komen feesten. Oké, ja, nou, dus dat hebben 4 weken lang hier mooie happening op Marplein. Hoeveel liter water gaat er nou bijvoorbeeld in zo'n baan? Je gaat, met vullen hebben we 20 kuub water gevuld. En elke dag moeten we natuurlijk alle sneeuw weer eraf vegen en dan gaan we weer opnieuw vullen. Mm. En dan gaat er ongeveer 800 tot 1000 liter gaat er elke avond gaat er weer nieuw op, wat dan weer opnieuw aanvriest. Ja. Ja. En dat zoiets kost best wel veel energie, maar nu zag ik dat jullie een regeling hebben dat het wat energie-neutraler is. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, IJsbult die investeert heel veel in groene voorzieningen, in bomenplantage, in windenergie. Ze hebben hele zuinige apparatuur. Wij werken ook met een biologische diesel en wij vangen bijvoorbeeld ook warmte van het ijsmachine op wat wij weer in de horecatent kunnen blazen. Nou, wat goed. Zodat wij weer ook die warmte weer kunnen gebruiken en dat er niet zomaar weer de lucht in gaat. Dus ja, we proberen zo energie neutraal mogelijk te blijven. Wat goed. Ja. En de laatste vraag, kan je zelf een beetje schaatsen? Heel klein beetje. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb nog zelf niet geschaatst, dus dat wil ik van het weekend gaan proberen. Oké, super. Nou, bedankt. Ja, dankjewel. Maar hij wist het wel. Naast de lokale kerstmarkten kijken we ook graag even over de grens om te zien wat de oosterburen ervan bakken. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om naar Düsseldorf te gaan. Dat is niet voor het eerst. 7 jaar geleden waren we hier ook al eens voor een kerstspecial en dat beviel goed. De verwachtingen zijn vandaag dan ook vrij hoog. Na een lange reis, mede omdat de auto buiten het centrum achtergelaten moet worden, komen we aan in het hart van de stad. Misschien hadden we ons beter moeten voorbereiden, maar pas na 20 minuten lopen kwamen we de eerste kerstkraampjes tegen. Het is wat verspreid over diverse pleintjes en laantjes en het is druk. Ontzettend druk. Ja, kijk, dat is leuk. Maar je moet wel iets wat bij deze jas past. Welke kleur vind je mooi? Ja, die is het enige eigenlijk. Die is ook mooi. Maar... Ja, die is heel mooi. Ja. Maar wat zou dat duur kosten? Er staat niks op. Oh, kijk, je hebt hier nog meer. Dit past ook wel bij jouw jas. Ja, dat is weer grijs. Oh ja. Nee, ik vond die baby blauw weer leuk. What is the price of this? 39. And they are made in Europe, in Germany also. And is it German? Yes. Okay. Yes, yes. So all our products are made in Europe because we prefer a high quality. Yes. Okay. So the headbands are made in Germany, the hats are handmade in Austria, and the bags and the scarves and the children wear are made in Italy. Beautiful. Yes. So you can try. Oh, this is nice. This scarf. Yes. Yes. Yeah, it's a big scarf. But I don't know if it fits with my head. Can I try it on? Yes. I don't know if I have a mutshoofd. You know? Yeah. Yeah. And then your hair overheen. And the hair over. And
hold you the mirror. And then yes. Like yes. This. Yes, like this. Perfect. Yes, nice. Oh, this is echt mooi. Yes, it's echt mooi. This is the first, so the only word I can say in Dutch. Yes. Oh, that's so mooi. Nice. Yes, it looks mooi. Like really nice. Yeah. I feel like a bit African woman, you know? Yeah, that's echt mooi. En dit is glitter. Het is echt heel mooi. Ja, het is wel heel het mooi. Het is heerlijk warm, ja. Het is really comfortable to wear, yes. Can you try it on? It's perfect. Ja. Yeah. Should just... But yes, but it's a little too much glitters, I think. Ja, yeah. Oké. Na een paar kraampjes met kleding en sieraden is er verderop weer een pleintje met wat meer eten en drinken. Maar voordat je daar een keer aan de beurt bent... De zoektocht gaat verder, op zoek naar de locatie waar we 7 jaar geleden ook waren, want dat was een succes. Maar het blijft bij kleine plukjes markt en vooral veel drukte. Het is in ieder geval wel heel druk. Het is super druk. Ja, het is de eerste keer dat ik op een kerstmarkt ben, maar ik had er een beetje een beeld bij. Maar dit is, ik had meer kraampjes verwacht. Ja. Met kerstballen en kerstbomen. En Misschien komt dat nog aan deze kant. Ja. Maar in ieder geval, daar heb je wel een schaatsbaan en een, hoe heet die sport die ze daar deden? Curling. Curling. Ja, en heel veel te eten en te drinken, maar de rijen zijn echt wel bizar heel lang. Ja. Ja, dus en toen zijn we nog een stukje die kant op gelopen en daar hadden we, er was ook wel iets, maar niet zo veel. Niet veel, hè? Nee, het was echt van, is dit er nou eigenlijk? Ja. Ik vind dit echt zo'n apres-ski sfeer, krijg ik daar. Jägermeister en glühwein, weet ik het wel. Ja. En hier dan misschien wel de kraampjes met leuke spulletjes. Ja, laten we dan maar even een kijkje nemen. Gaan we doen. Ja, ja, is goed. Gaan we doen. Okay. Nou, let's go. Leuke cadeautjes. En hier heb je cannolis. Cannolis? Cannolis. Het zijn Italiaans. Van die handgemaakte bullshit? Ja, van die handgemaakte houten bullshit. Oh, dat zijn die puzzeltjes. Dat kan je in elkaar zetten. Echt? Ja. Oh. Ja. Ook leuk als cadeautje. En kijk, kerststerren. Dat is ook heel leuk. Voor in je huis. Ja, Magic Light. Knuffeltjes voor kinderen. Leuke cadeautjes. Je zit in alles een kerstcadeau. Ja. Kijk, sieraden. Oh, dit vind ik echt heel, dit vind ik superleuk. Ja, vind ik echt heel leuk. Om die grote ringen, vind je dat mooi? Ja, welke? Die hele grote? Nee, die niet. Maar wel deze. Die hele... Ach, dat is een heel mooi ringetje. Ik wil wel ringen. Ik raak altijd mijn ringen kwijt. Oh, die lijst is ergens dicht. Ja, ik heb, als ik sieraden koop, dan is binnen een week is het alweer. Oh, dus moet je niet te duur kopen? Nee, eigenlijk moet ik het helemaal niet kopen. Maar ik wil het wel heel graag. Nou, dat is mooi. Oké, of zullen we het onthouden? Dat we later terugkomen? Ja, het is hier druk. Ja, zullen we gaan? Ja, we gaan. Ja, die glühwein, die moet en zal er komen. Dus dan toch maar even in de rij staan. Oh, nou, een lekker glühweintje. Ja, dat, we, dat hebben wij wel verdiend. Dat was wel mee eigenlijk, bij dit kraampje. Zo. Anders gaan we, ja. Waar wil je hier gaan? Nou, proost. Cheers. 2 voor jou, 1 voor mij, hè? We hebben in ieder geval een glühwein gescoord. Mm-hmm. Eindelijk. Cheers. Proost. Het is... Ja, het is een hele drukke kerstmarkt en ik denk ook dat als je hier naartoe gaat, dan moet je even goed voorbereiden om te weten waar je het beste ja. Want het was ook gewoon een zoektocht, hè? Ik bedoel, de glühweintentjes zijn overal wel erg te vinden. En ook eten wel en ook cadeautjes. De rijen zijn ontzettend lang. Ja. Heb je nou al een slokje genomen? Nee, gaan we doen. Ja, ik nog heb een keer proost. Oké, cheers. Lekker. Heel erg zoet. Ja, dat wel. Maar dus goed voorbereid. En misschien is het toch beter om lekker in de buurt te blijven. In onze regio. Ja, want we hebben best wel een eindje moeten reizen natuurlijk hiervoor. Ja. En als ik dan zie van wat je ervoor krijgt, dan is in je eigen buurt blijven, dan heb je dezelfde gezelligheid en je kan het beter vinden. Ja, en kleinschaliger. En kleinschaliger, ja.
Dus dat is wel een goeie. Dit is massaal. Heel erg. Het is heel... Ja. Heel erg. Heel massaal. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat het ermee te maken heeft dat het zaterdag is. Dat sowieso. Dat je misschien op een doordeweekse dag ja. Wat en rustiger is. Inderdaad, wat eerder. Als je wat eerder vroeger. Op de dag ja. Bent, dan heb je misschien kans om wat meer... dingetjes te kopen, niet te lang in de rij te staan, te schaatsen, te curlen, te weet ik het wat. Ja, precies. Ja, dus dat zijn wel de tips voor de volgende kerstmarktjes. Ja. Ja. Maar dus voor nu blijf lekker in de buurt. Precies, want de gluwijn zal vast in de eigen regio net zo lekker smaken. Ja, nou, proost. Cheers. Tot zover onze kerstspecial voor dit jaar. Uiteindelijk is er dus maar één conclusie. Blijf lekker in je eigen regio. Daar is meer dan genoeg leuks te vinden. En mocht je toch wat verder van huis willen, bereid je dan in ieder geval goed voor.